zijn op dit moment live op de set van de Cinemate in het Mouwtje. En we hebben een exclusief interview met ze. Naomi, over naar jou. Nou, ik sta op dit moment naast de Cinemates, maar wie zijn de Cinemates nou eigenlijk? Stel jullie even voor. Ik ben Peter. En ik ben Kelvin en wij zijn samen de Cinemates. En wat doen wij, Peter? Wij maken online content, we zijn een productiebedrijf voor bedrijven en we maken online televisie voor de jeugd. Oké, en waarom zijn jullie op dit moment eigenlijk in Bussum? Nou, het is een mooie dag. Ik dacht, laten we gaan chillen en tegelijkertijd een video schieten. Wij moeten 2 video's schieten vandaag voor onze Filmy Friday. En het gaat over een kind die heel agressief is in een park. Dus vandaar dat we in een mooi park zijn. Nou, jullie hebben dus verschillende kanalen, toch? Ja, klopt. En wat voor kanalen zijn dit? Een beetje uitleg. Ja, we hebben dus 1 kanaal dat Cinemates. En dat is dus echt het hoofdkanaal. Dat zijn korte comedy sketches. In het Engels ook. Dus een internationaal kanaal. Dan hebben we de Kelvlog. Dat is mijn eigen persoonlijke vlogkanaal. Waarin ik gewoon vertel wat me bezighoudt. Dan hebben we Podcast. En dat is een soort van praatprogramma. Podcast, maar dan op YouTube. Elke dag komt er een aflevering online. Het is echt een soort show. En het 4e kanaal is World of Cinemates. En dat is eigenlijk een reality serie over wat we allemaal doen. Dus als we hier aan het filmen zijn, dan zie je in de serie hoe we aan het filmen zijn. Maar ook hoe we eten, koken en hoe we onze vrije tijd besteden en zo. Goed. En jullie zitten dus eigenlijk dagelijks met elkaar opgescheept. En daarom hadden wij bedacht om een klein testje te doen. Nou, beschrijf elkaar in 1 woord. Dat is wel vaker gezegd, maar... Ja, UT. Klootzak. Nee. This better be good. Oké, nou laat maar zien. Open-minded en wonderlijk. Jezus. Wonderlijk. En waarom wonderlijk? Ah, Kelder is een soort wonderkind dat hij zo jong is en zo dingen goed kan. Dus ik dacht, dan maak ik er wonderlijk van. Oké. Volgende. We gaan elkaar 2 woorden. Nee. Geef elkaar een cijfer. Jee, wat is dit nou dan? Okay, laat maar zien. 8,2 keer 7,5. Oké. Okay. Nou, lekker. Voorwaardelijk. Leuk. Eerst ben ik wonderlijk en dan ben ik een 7,5. Kijk, het is zo, een 8 is vaak wat een mens moet zijn. Een 10 kan niet, dat perfectie kan niet. Een 9 ben je gewoon, dan ben je echt gewoon zo'n autistisch wonderkind, dus dat kan ook niet. Ja, maar geen autistisch wonderkind. Okay. En dus een 8 is dan een soort van de staf van een mens waar die moet zijn, maar het is een 7,5, want je moet altijd blijven groeien. Nou, mooi gezegd, mooi gezegd. Oké, volgende. Wie is het populairst bij de meisjes? Dat ik ook. Ja, ik heb Kel voor de fans, maar kijk, het is zo... Ja, Peter, kijk, ik heb gewoon een relatie, dus ik zie sowieso geen chicks. Goed. Dus ik zie niks op een avond. Hmm. Maar hij is populair bij de fans, daarom schreef ik Kelvin op. Wie wordt het snelst dronken? Ja. Laat maar zien. Nou, alle 2 tegenstelling. Waarom? Okay, ik drink er gewoon echt nooit. Dus op het moment dat ik gewoon veel drink, dan word ik waarschijnlijk sneller dronken. Alleen jij gaat sneller drinken. Dat is het. Nou kijk, Peter wordt sneller dronken, ik word vaker dronken. Oké, en wie zeurt het meest? Ja, ik ben het ook. Maar we zeuren over het algemeen wel heel weinig. Maar ik Peter. Ik had voor de laatste Tony Chocoloni, marktplein dat ik er was. En dan zeur ik weer omdat Bram dan gewoon mijn chocola steelt. Kijk, zo zeur ik er weer om. Nou, oké, nou de laatste. Ah, jammer. Wie is de ideale schoonzoon? Wat heb jij? Peter. Peter. Peter is gewoon een asskisser, dat is het gewoon. Nee, geen asskisser. Ik heb gewoon hoe noem je dat? Eigenschappen die gewoon ouders leuk vinden. En Kelvin niet. Nou, maar Kelvin is gewoon wat meer bad boy. Dus dat is gewoon voor dames leuk. Maar voor de ouders ben ik weer, omdat ik een pussy ben, gewoon wat leuker. Ja, simpel is dat. Ja, goed. Ga beargumenteerd. Okay. Ik ben gewoon een bad boy. Ik ben gewoon die pussy. Oké, bedankt voor het kijken naar Stad Bussum. Mijn naam is Kelvin. Mijn naam is Peter. En nogmaals bedankt. En het was gezellig. En liken. En doei. 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 We'll be right back.